Een goede dag, beste kijkers van Crypto Coin Talk. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op ons YouTube-kanaal. Mijn naam is Thijs en vandaag ga ik met jullie kijken naar Bitcoin, Sol en VeChain. Wat kunnen we nou gaan verwachten van de, van de markt en hoe kunnen we nou gaan kijken naar deze prijsactie? Want we zijn een stukje gedaald, en ik denk dat de meesten van jullie dat ongetwijfeld ook wel hebben gemerkt in het portfolio. Ik ben hier weer vandaag om uh, wat opheldering te scheppen, een duidelijke visie te geven op de markt, een frisse blik te maken en hopelijk kan je dit waarderen. Mocht je dit nou waarderen en vind je onze content interessant, laat er vooral eventjes een like achter en vergeet ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal mocht je meer van dit soort content willen. Dan ga ik met jullie nou maar eens eventjes kijken naar Bitcoin. Um, want dat is toch wel gewoon de leading currency binnen deze markt. En omdat het de leading currency binnen de markt is, zorgt het ervoor. Dat we deze dus ook altijd mee moeten nemen. Zowel in ons achterhoofd. als in onze analyse. wanneer we kijken naar de crypto-markt. Ja, Bitcoin. Lastig. We zitten hier in een range. Um, de range is gevormd op de 57.842 tot aan 67.034. Um, en we zijn op dit moment buiten die range gesloten. En dat is best wel een kwalijke zaak, want dat betekent dus. Dat we hier wellicht die range gaan verlaten. En wanneer we die range gaan verlaten, dan gaan we nog een heel stuk verder zakken. Dan gaan we echt richting het niveau dat we hebben liggen op de 48.384. En dat is nou niet zo gek, hè? want we hebben een gigantische stijging gehad en een correctie hoort daar ook bij. En ik denk ook dat iedereen daarvoor gewoon voorbereid moet zijn. Dus ga niet nou als een man erbij bijkopen en laat je al helemaal niet vertellen dat je hier 100% moet inschalen. Dat is gekkigheid. Um, je koopt pas wanneer je sterkte ziet en je verkoopt wanneer je je zwakte ziet. Op dit moment zie je zwakte, maar je gaat niet op support verkopen, dus je doet gewoon eventjes niks. Ja, je kan hier lekker rustig posities in schalen. Dat kan zeker. Alleen zorg er dan wel voor dat je je aan je risicobereidheid uh, houdt. En dat je niet met al je kapitaal nu die markt al ingaat. Want dan heb je straks helemaal geen ruimte meer om die lagere dips op te kopen. En dat is wat je wil. Je wil gelaagd inkopen door middel van DCA op basis van ja, prijstechnische levels. Dat is uh, wat wij hebben gemerkt: een hele sterke strategie. Um, om te hanteren in een boommarkt. En daar kijken we op dit moment ook naar. En de support die we op dit moment hebben op Bitcoin. Van de 57.533 tot de 55.967. Is ook leidend in dit verhaal. We willen deze zone behouden. En het liefste willen we dan het volgende scenario zien uitspelen. Dat is een range reclaim. Dus een dagelijkse candle close. Terug in die range van de 57.778. En vanuit daar kunnen we continuation omhoog gaan zien richting de toprange en kunnen we deze bull markt voort gaan zetten. En zoals jullie misschien dan wel zien gaan we hier in een soort van wick-off terechtkomen. En of dat nou reaccumulatie of distributie wordt, dat is de vraag. En dat kunnen we alleen maar weten door middel van de breakout die er aan zit te komen. Ik denk persoonlijk niet dat we vanaf hier nog een heel stuk naar beneden gaan zakken. Maar het zou ongetwijfeld ook kunnen. Dus hou daar zeker re rekening mee in je risicobereidheid. Zoals ik net ook al zei, schaal hier niet 100% in. Ik denk persoonlijk gewoon dat we hier terug in die range komen. Vervolgens erin sluiten en een beweging naar de bovenkant van de range kunnen gaan maken. We hebben hier alle sell- of buy-stops eruit gehaald. Um, en de markt is op dit moment gewoon omgedraaid. Ja, we hebben de market structure bearish gebroken. Maar aan de hand van de. Range trade strategie, die wij leren en die ook te vinden is op onze website cryptocointalk.nl, waar we je alles leren over trainen en technische analyse. Luidt de theorie gewoon: een candle close buiten de range geeft een kans tot een deviatie, dus, dit breekt even buiten de range, kan er vervolgens weer terug inkomen. Retest de range low en maakt dan een stijging verder omhoog. En dat is waar we op dit moment ook verder voor naar kijken voor uh, Bitcoin. Laat me ook eventjes in de comments weten waar jij naar kijkt voor Bitcoin. En laat ook eventjes een like achter. Altijd super leuk om te zien, uh, al die duimpjes omhoog, hoe de content wordt gewaardeerd. Dat is voor ons toch ook altijd wel nice om dan uh, lekker door te gaan met die content. Uh, te blijven creëren voor jullie. Dan gaan we nu door naar Sol. Um, een token die best wel hard gehyped werd uh, ja, alle redelijke tijd. En waar die nu ook weer gewoon op een prachtig leveltje ligt. Hè? Hij ligt hier op die dagelijkse demand area. En vanaf die zone zagen we ook eigenlijk per direct een bounce. We hebben gewoon direct reactie gezien op dit level. Waar de prijs dus ook aan het stijgen is. En wat is mijn prognose dan voor Sol? Dat is het volgende. Ik denk dat we de 228 gaan opzoeken en vanuit daar wellicht wel de verdere hoogtes gaan um, ja, onderzoeken. Wellicht kan ik hier door middel van de VIP-extensies nog wat mooie extensielevels tevoorschijn halen. De VIP-extensies is een theorie die wij leren in onze cursus. En aan de hand van die VIP-extensies kan je dus toekomstige prijspunten. Uitrekenen en daar houvast aan hebben. Desondanks we in price discovery zitten, en we zien dat die min 1,618 perfect oplijnt met de voorgaande all-time high. Dus deze resistance is sowieso valide. Dus wanneer we hier bewegen richting die 228, kunnen we vanuit daar een beweging zien richting de 258. En daarna is de rest historie en gaan we gewoon kijken naar die dikke vette klappers voor Sol. En dan kijken we richting de 300 tot aan de 500 wellicht wel. En dat is allemaal, mits we natuurlijk de dagelijkse demand area gaan behouden, die we op dit moment hebben van de 188 tot aan de 200. En zo kan je ook mooi zien hè, dat het trade op basis van supply and demand gewoon super, super waardevol is. En al helemaal in combinatie met die VIP-extensies. Je kan dan gewoon een bepaalde prognose maken en vanuit daar kan je um, ja, je entries in gaan schalen. We hadden ook langetermijn-entries gepost in de educatiegroep. Um, deze zijn merendeel al wel gevuld. En dat zorgt er ook gewoon voor dat um, we hier op een ja, verder interessant punt in de markt komen. Veechain daarentegen. Um, de marktstructuur op Veechain is nog steeds bullish. En dat zien we ook. Hè. We zien nog steeds die higher highs en die higher lows. Dus deze marktstructuur. Wanneer we kijken naar de support, dan ga ik eventjes naar de weekgrafiek. En dan zien we hier niet zo superveel. Maar wat we hier wel zien is een soort van afwijzing. En mensen, trouwens, ik zag een hele hoop reacties onder de video van Holochain. Um, deze week of volgende week komt daar ook een follow-up op, aangezien die entry is gehit. Dus mocht je die video nog niet hebben gezien, bekijk die dan zeker eventjes. Dat kan nog wel eens interessant zijn. Door middel van de fixed range indicator zien we ook dat we hier op support liggen. Um, en dat die support wordt vastbehouden rond de loos. En dat is ook wat we willen zien. Dus zolang we die lows behouden, kunnen we hier upside gaan zien op 4Chain. We hebben namelijk gewoon die bullish market structure. Waardoor ik verwacht dat we een verdere prijsstijging omhoog kunnen gaan maken. Hou er wel rekening mee, we hebben die rejection gehad, de prijs heeft hier die weerstand afgewezen die we hadden, dus dit niveau, dit is afgewezen, dit is dus ook getest en dat is dus ook een zwakkere weerstand. En omdat dit een zwakkere weerstand is, kunnen we nu dus ook gaan kijken naar een verdere higher high omhoog. En in mijn optiek is de markt nog steeds bullish. Bitcoin zit in een ranging market en gisteren hadden we ook een uitgebreide livestream gedaan bij de educatiegroep leden dat we ook zagen dat de BTC.D op dit moment aan het afnemen is. En wanneer BTC.D afneemt en de Bitcoin koers blijft eigenlijk een beetje horizontaal, dan zullen altcoins enorm goed gaan presteren en dat is eigenlijk ook wat we nog verwachten in Q4 en wat een hele hoop mensen verwachten. In Q4 en het begin Q1 denk ik persoonlijk dat we nog wel een redelijke rally kunnen gaan zien in crypto en in de meeste altcoins. Um, waarbij het daarna toch wel uh, ja, redelijk eventjes tot rust gaat komen. Ook zeiden we dat de mid dus de midcaps, op dit moment het meest interessant waren. Mede door um, ja, de procentuele gain die daar nog te halen valt. Dus hou die dan ook zeker in de gaten voor het maken van entries. En ga niet al coins spelen die gigantisch hard zijn gegaan. Houd er wel rekening mee dat je altcoins wil spelen die sterk aan de trenden zijn, een sterke marktstructuur hebben en dus ook um, ja, jouw betere gains uiteindelijk kunnen gaan bezorgen. ViTian ligt hier ook op een midterm. Even kijken, bijna die 618705 ook gehit. We zouden dus misschien nog één kleine move down kunnen krijgen stoplossers die hier liggen eruit tikken en vandaar de lake omhoog gaan maken. Dit zijn dus wel de leveltjes waar je spot wil kopen of voor de lange termijn wil gaan kijken naar entries. En dat is ook wat we hebben gedaan met de educatiegroep. En wil je nou meer leren over treden en technische analyse? Abonneer je dan alleen maar eventjes op ons YouTube-kanaal. Het is helemaal gratis. Of wil je graag een verdere verdieping op deze content? Ga dan even naar cryptocoin.nl. Heb ik jou een andere blik kunnen geven op de markt? Laat dan eventjes een like achter en dan zie ik jullie allemaal weer bij de volgende video. Laters.